zijn hier op het Agnietencollege. En ik zie dat jij een hesje aan hebt en een knijpertje bij je hebt. Wat is er vandaag aan de hand? Nou, Henk, we zijn heel druk geweest, namelijk een natuur- en milieuvereniging Groentje. Samen met Agnietencollege en met behulp van de gemeente Oldenbroek hebben we een opruimactie gedaan. En dat betekent dat we in 10 groepen zijn doorwezen gegaan. Met eigen locatie en op vaste plek stonden 3 containers waar we dus de afvalvuil in konden doen. En toen hebben we met alle kinderen van het groep 2, klas 2 noemen ze hier geloof ik, en hebben we alles opgemaakt. Je doet nu elk jaar mee aan zo'n zwerfvuilactie? Ik doe niet elk jaar mee. Dit is de eerste keer dat we het zo groot aanpakken met Agnietencollege. Meestal, of in het verleden hebben we het vaak gedaan met lagere school. En maar nu hadden we een paar flinke kinderen nodig en zijn we bezig door. Staat om onze omgeving schoon te houden, Nederland schoon. Jullie hoeven niet het hele land schoon te maken, gelukkig niet hè. Want dat zou wel een enorme klus zijn. Een stukje van wezen, dat zou wel heel mooi zijn. Wat dat betreft dan denk ik dat er best ook wel een uitdaging ligt, want er ligt hier en daar wel wat, hebben te zien. Ik neem aan dat dat niet bij jullie uit handen gevallen is. Dat zal ongetwijfeld door andere mensen gebeurd zijn. Maar het is altijd goed om een bijdrage te leveren aan een schone omgeving. En daar kunnen we ook allemaal een bijdrage hebben door inderdaad ook geen dingen uit onze handen te laten vallen. Ik denk dat het goed is dat jullie daarmee aan de slag gaan. Fijn dat jullie dat willen doen. Ik begrijp dat er ook wat tegenover staat, want jullie hoeven denk ik nu ook bepaalde andere lessen niet te volgen. Is dat zo? Het is in elk geval een mooie maatschappelijke opgave. Niels. Marije. Dat we de groep in tweeën splitsen. Dat de één. En de ander gaat via de bovenuitgang. En dan komen we elkaar vanzelf weer tegen. Is goed. Wij zijn de jongens. Ja, dus weet jij precies de weg. Nee, zijn wij dan de jongens. Richting rondweg. Mag ik alsjeblieft? Wij gaan ook. Twee zakken mee. We gaan naar de club. Daarheen. Oh, je ligt nog zat. Dus, Dat is een denk ik. Oh, ze zijn hier. Dumpers. Alle tweedejaars van het Techniekcollege doen mee en door het hele land. En door het hele land is dat? Ja. Algemene landelijke actie. En jullie zijn uitgekozen. Wat dachten jullie toen je hoorde dat jullie dat moesten gaan doen? Ja, veel werk. Veel werk? Had je wel een beetje zin aan? Ja, eigenlijk ook wel. Ik woon hier in de buurt, dus dat is ook wel goed doel. Hebben jullie nou ook het gevoel, dat je iets belangrijks doet? Ja, ik heb wel het gevoel dat ik iets belangrijks doe. Ja? Ja. Het is wel belangrijk om je buurt schoon te houden. Als de natuur gewoon even vervuild raakt, heb je gewoon kans dat allemaal over een paar jaar weg is. En heb je zelf het gevoel dat als jullie daaraan meedoen, dat je daar dan ook wat kritischer over na gaat denken? Dat je minder snel wat weg zult gooien? Of? Ja. Ja? Want er ligt heel wat, hè? Ja, we hebben nu al bijna een halve zak voor. We zijn nog niet eens meer dan 100 meter van de school vandaan. Nee, je bent nog maar net begonnen, hè? Ja. Ja. Is een beetje te sturen? Ja, op zich wel. Maar dit is allemaal nieuw voor ze. Dus dan is het altijd lastig wat ze moeten doen. Als ze eenmaal weten wat ze moeten doen, dan gaat het meestal wel goed. Jullie zijn gevraagd om dit te doen door Milieuvereniging Groentje, dacht ik. Ja.
En wat dachten jullie toen jullie gevraagd werden? Nou, op zich is het natuurlijk heel goed streven om heel Wezep op te ruimen. En in het kader van een maatschappelijke stage bij onze school past dit mooi. We hebben dit gebruikt als soort van start voor het nieuwe seizoen. Zodoende kunnen we dus kinderen instrueren wat is maatschappelijke stage. En daar was dan een voorbeeld van. Nou, dat is dan dit. Met veel vrijwilligers heel Wezep opruimen. Zou ze er iets van leren, denkt u? Zo van, nou, alleen we realiseren ons misschien nu zelf ook wat een rotzooi wordt neergelegd? Dat is één, dat ze weten hoeveel troep er wel niet ligt en ook ongemakkelijk weg wordt gegooid. Als ze er wat van leren, dus denk ik van korte duur. Maar het fenomeen dat je iets doet voor een ander op vrijwillige basis, dat leert ze hier wel van met deze actie en met de voorlichting. En ook nog komen gaat, de rest van de voorlichting. Daar leert ze denk ik wel wat van. Dat iets alles zomaar vanzelfsprekend is als alles maar gaat en draait. Deze kamer van een briefje, dat ligt ook gevallen. Oh, dat kijkt zo. Oké. Hoe gaat het hier? Ja, goed. Heel goed. Ja, is het lastig werk of valt het zo mee? Ja, valt het mee. Ja? Vooral als je alleen die zakken worden. Die zakken worden al aardig gevol als ik dat zo zie, hè? Ja. Romy! Ligt er veel vuil overal? Ligt er veel vuil overal? Ja, best. Ja? Ja, wel veel, hè? Ja. Eigenlijk zie je dat zo niet. Als je gaat opruimen dan... Nu werkt het wel. Ja. Ja. Hoe doen ze het? Prima. Ja? Ja hoor. Blijf je goed bij elkaar? Ja, ja. Nou, nu en dan moet je wel roepen, maar... Dat is het goed, hè? Ze blijven bij elkaar, ja. Ja. En er is ontzettend veel op te ruimen, hè? Ja. Ja. De zakken vullen zich al heel snel, zie ik. Ja, zeker. En dat is goed. Ja. Als ik jullie vragen mag, hè? Wat doe je liever? Even een middagje dit of rekenen, talen, geschiedenis, aardrijkskunde, wiskunde? Liever dit. Liever dit? Ja. Wel even ontspannen, hè? Ja. Ook gezellig? Ja. Oké. Okay. Hoe gaat het hier? Ja, goed hoor. Gaat het goed? Ja. Vind je het leuk? Jawel. Ja. Leuker dan een middagje op school zitten of niet? Dat sowieso wel. Ja. Dat sowieso wel. We zijn in de poep gaan staan. Wat zeg je? We zijn in de poep gaan staan. Ja, ik zag net ook al poep bijna. Maar dat hoef je niet op te ruimen, toch poep? Nee, gelukkig niet. Nee. Wat vind je nou het meest? Sigarettenpakjes. Sigarettenpakjes? Ja, echt waar. En blikjes. Blikjes? Bierblikjes of frisblikjes of van alles en nog wat? Alles en nog wat. Alles en nog wat. Is een beetje makkelijker met zo'n grijpertje? Is een beetje makkelijk op te pakken? Wow. Nou, ze laten nog wel aardig op. Wisten jullie af of ben je alleen maar de vuilniszak vrouw? Nee, hier had ik zijn vuilniszak over en niet eens knijpen. Oh, jij bent echt de knijper. Ja. Oeh, gevaarlijke vrouw ben jij. Ja. Yeah. Oké. Okay. Is het voor herhaling vatbaar? Een groentje vind ik zeker voor herhaling vatbaar. Leuke actie, leuk film. Goed, dankjewel. Graag gedaan.